Het bekendste Tilburgse kunstwerk, het draaiende huis op de Hasseltrotonde, een veelbesproken onderwerp. Al 5 weken is hij stuk vanwege een mechanische storing en nu moet hij dus gemaakt worden. Of wat moet er verder mee gebeuren? Daarom gaan we deze week in Mag ik wat vragen kijken wat de mening van de Tilburgers is. De vraag van deze week luidt, wat moet er gebeuren met het draaiende huis op de Hasseltrotonde? U bent vast bekend met het draaiende huis op de rotonde. Ja. Die is kapot. En wat vindt u dat ermee moet gebeuren? Voor mij mag er een mooi bloemenperk opkomen. En een fontein. Ik vind het niet zo'n mooi ding. Als ze daar ooit eens een keer gordijnen in hangen en zo, dat het echt een huis is. Maar ja, het is gewoon een leeg hok. Gewoon weg. Ja, want af en toe kijk ik van, hey, er stond er anders en dan maakte bijna een ongeluk. Ik vind het geen fijn ding op de rotonde. Ja. Weg. Ik vind er niks aan. Ik heb wel mooiere kunstprojecten. Ik vind het een heel dom ding geweest. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik heb het nooit mooi gevonden. Nee. Voor mij mag er echt wel iets anders komen. Iets mooie boom of zo. Of iets met natuur. Het huis, daar heb ik nog nooit een kunststuk in gezien. Nee. Nee. Ik heb daar langer over nagedacht toen het er stond en het niet stuk was. Toen dacht ik, wat doet dat huis hier? Ik leidde hem in het begin af met het verkeer. Maar voor mij hoeft het er niet te staan. Zet er maar mooi groen neer. Gewoon eraf halen. En leuke planten er neerzetten. Ja, is het zo makkelijk? Ja, ik weet niet of het makkelijk is. Maar ik heb het nooit niks gevonden. Nou, het maakt mij helemaal niks uit of die draait of niet. Ja, van mij mag het blijven staan. Het staat mij niet in de weg. Maar ze gaan het dan beter een beetje aan kunnen kleden natuurlijk. Dat het een beetje gezelliger was. Wat zou u ervoor in de plek zetten? Nou, ik... Ja, wat er vroeger heeft gestaan, altijd een mooi grasveld. Een mooi fontein. Ja, met plantjes, bloemetjes. Ja, met stromend water. Dat is goed. Stromend water, ja. En waarom is dat goed? Dat is goede feng shui, dat is Chinees. Stromend water brengt geluk. Plantjes of kleine boompjes. Dat lijkt me dan leuker als... Zo'n gebouw waar je helemaal doorheen kijkt. Nou ja, kunstwerk op de rotonde, als het te stijf is, vind ik mooi om te kijken, om te zien. Dus dat, ja, en wat je er dan anders neer zou zetten, ja, bloemetjes. Maar kunstwerk is altijd wel iets herkenbaars. Ja, mooie bloemen, struiken, dus maakt niet uit. Maar als het maar geen draaiend huis meer is. Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Niks draaiend, in ieder geval gewoon iets stils, denk dat er wel mooier is, denk ik. Een politieke partij zegt weg ermee of verkopen voor het symbolische bedrag van 1 euro. Oh, nou, dat vind ik, nou hoeven ze ook niet te doen voor 1 euro. Iedereen kan misschien nog wel zo'n huis, als het af te breken is, en ergens neerzetten. Dan mogen ze gerust doen. Dan zal het meer opbrengen als 1 euro. Maar ik zou het niet meer laten maken in ieder geval. Nou, dat zou ik prima vinden. Ik vind het prima. Ja, dan kost het niet zoveel geld. En dan, en wat die er dan mee doet, dan moet je maar zelf weten. Maar dat zou ik heel prima vinden, ja. Ja. Dat ze het maar doen dan. Ja. Wie zou het willen kopen voor 1 euro? Ja, dat is lekker makkelijk. Daar hebben ze goed bekeken, ja. Ik zou het niet kopen, denk ik. Nee, ik zie het wel zeker van hier, dus... Nee, misschien iets voor de Efteling. Ja? Ja, nou, toch? Ja, kunnen ze daar neerzetten. Kan iedereen weer rondjes draaien. Ze willen er vanaf. En dan vinden zij dit de beste oplossing. Ja. Ja, ik doe niet mee met, ik hoef hem niet voor een euro.